Ja, kijk, ik zeg je heel eerlijk, ik hou van rillen, ik hou van vechten. Als er echt wat moet gebeuren, kunnen mensen me altijd bellen. Of de fifth die me nodig heeft omdat er iets moet gebeuren, dan zijn we er sowieso altijd. We gingen bijvoorbeeld naar Italië met z'n allen. Hey yo! Ja, je weet al hoe laat het is. Ik ben in de pijp, Eddie's Bar, mijn eigen wijkje. Hier heb ik afgesproken met Seppa. We gaan even bijkletsen, potje darten, drankje doen. Gewoon normaal doen toch? Let's go! Geloof me nou, grap, wat de leier. 5 minuten in de stad en ik pak een meier. Of een joetje, voor mijn wiet, voor mijn vloedje. En je kan me alles vragen, zeg maar wat. Hey yo! Fuck up, bro. Alles goed? Je zit al lekker aan de bar, zie je? Tuurlijk, man. Ik wacht op jou, man. Wat ga je drinken? Vandaag ben ik op een spa roodje, man. Rustig. Gezond, gezond. Ja, man. Ik ga met je meedoen, man. Agenebbers, zogenaamde rappers. Bloed, zweet en tranen. Als allereerste ben ik benieuwd, man. Je bent natuurlijk al super lang in de scene. Hoe lang al? Bijna 12, 15 jaar of zo? Ja, mijn eerste album is nu 10 jaar geleden uitgekomen. Eerste clip 11 of 12 jaar geleden. Daarvoor maakte ik al muziek, maar dat is nooit online gekomen. Wat is dan echt zeg maar de originele Seppa sound? Waar ik het van ken is het echt Amsterdams, een beetje oldschool. Wat onderscheidt jou van de rest? Dat ik rap gewoon echt wat andere mensen misschien niet zouden rappen. Ik rap gewoon echt wat op dat moment in mijn hoofd zit of op mijn hart zit. Gooi ik gewoon eruit, weet je. Net alsof het een therapie is. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw album. Kan je ons kort vertellen waar dit album over gaat en waaruit het ontstaan is? Dit album is... het verhaal gaat verder, weet je. Het is net als er steeds een nieuwe Jurassic Park uitkomt of een nieuwe Donald Duck uitkomt. Dit is gewoon weer een nieuw verhaal van hoe het in mijn leven nu weer verder is gegaan. Dit is een oldschool album waarin ik weer terug ben gegaan naar wat mensen echt van mij wilden. Die, wat jij net zegt, die Papa is een Crip, de echte oldschool hip-hop beat, zeg maar. Nou, die ga je op dit album ook echt terug horen. Dus de echte diehard oude Seppa fans, die zullen hier heel blij mee zijn? Ik denk dat ze zeker blij gaan zijn, ja. Ik weet het wel zeker. Volgens mij het eerste nummer wat ik van jou hoorde was Nieuwe Plaat, volgens mij. Dat is een oude, ik was toen echt op die dingen, Papa is een Crip en zo, dat was echt toen de shit. Hoe is dat eigenlijk precies in zijn werking gegaan? Dat was voor het eerst dat ik een Nederlands artiest zag verbinden met zulke gangs, zeg maar. Kan je daar iets over vertellen? Ja, in die tijd dat ik jong was, was het in mijn buurt, waren we gewoon actief. Ik ben gebroken op alle dagen zonder jou. Papa is een Crip, nigga, en hij draagt blauw. Dit was in Gein? Ja. En nu, er zijn een heleboel dingen gebeurd wat mensen wel weten wat bij ons is gebeurd. En waaronder ik twee broers van ben verloren, weet je, ik zie het eigenlijk gewoon als zinloos geweld, wat dingen gaan om niks eigenlijk, weet je, maar ze zijn er niet meer. En zo is onze groep ook een beetje, we zijn nog steeds broeders, laten we het zo zeggen, maar we zijn niet meer actief op dat soort dingen, snap je? Uit die tijd ook zeker, daar gaan je nummers ook vaak over. Ik weet nog, ik kan een hele mooie 1-1 bar sessie herinneren, wintersessie over de liefde, voor je vrouw, je kinderen, et cetera. Daar rap je ook vaak over vastzitten en dat soort dingen, daar heb je het sowieso vaak over. Nummer Geen Tijd is bijvoorbeeld een nummer wat je volgens mij in de gevangenis hebt geschreven zelfs. Vastzitten man, shit, wanneer is het over? Het is moeilijk, het lijkt alsof het makkelijk is. Deze track heb ik geschreven. Kijk je terug op eigenlijk al die tijd achter de tralies zitten en hoe is dat voor jou geweest? Ja, ik heb een track ook op het nieuwe album, dat heet Celstraf. Dat is nummer 2 meteen, dus hij begint gelijk met Celstraf. Dat is meer eigenlijk nu dan voor de mensen die ik ken die vastzitten. En ik vertel er ook hoe mijn ervaringen op sommige plekken is en hoe het is geweest voor mij in de gevangenis. Maar wel op een leuke manier. Dat het is leuk voor te luisteren voor de mensen die buiten zijn, die iemand hebben die binnen zit die ze missen. En voor de mensen die binnen zitten die buiten mensen hebben die ze missen. Okay. Dus het is een sterke track. Want heb je zelf in je leven heel lang vastgezeten of telkens kort of hoe? Korte straffen. Maar laat me het zo zeggen, weet je, elke dag dat je vastzit is te veel. Toen mijn oma ziek was, daar heb ik ook een track van gemaakt. Dat nummer heet gewoon Oma, als ik het goed heb. Ja, toch. En op het moment dat ik die track maakte en mijn oma ziek was, zat ik in de gevangenis, schreef ik die track. Maar toen ik buiten kwam, heb ik nooit mijn oma meer gewoon live kunnen spreken, omdat het al zo ver was dat ze eigenlijk gewoon al dood was. Kan je darten? Ik weet zeker dat ik zeg maar die pijlen in het bord gooi. Ja? Dat kan ik je wel verzekeren. Ik ga het meemaken, maar let's go. Okay. Ik heb een route voor mezelf.
wil samen met je hangen, maar ik weet niet of het helpt. Ik ben altijd aan het werk, shit die biedt te sterk. Ze wil niet weten hoe het gaat, maar weten wat ik van merk. De wereld naar de klant. Dit is echt 2.5 uur dit potje nu, hè? Niet goed. Niet normaal dit. Ik lig gewoon nachten op de bank, jongen. Van ey, hoe krijg ik money op de bank, jongen? Ben jij een strenge vader, of wat voor een vader is Seppa? Nou, ik denk dat ik ben niet super streng, weet je. Mijn vrouw is wat strenger dan mij voor de kids die ik met haar heb. Weet je, en die oudste dan Davy, weet je, daar hoef ik niet streng voor te zijn. Want hoe strenger ik voor hem ben, hoe verder die weggaat, weet je. Hij is al 16, hij is langer dan mij. Zijn jointjes zijn ook langer dan die voor mij. Ja. Hij was aan het rappen en echt een hele vette tekst. Ik vond het echt super dik. Gaat hij verder nog in de muziek verder, of stimuleer jij hem daarin? Of coach hem daarin, of zeg je van, doet hij het helemaal zelf? Ik denk dat hij komt af en toe zelf gewoon. Ik wacht tot hij zelf komt. En elke keer wanneer die komt, dan help ik hem daarbij, weet je. Maar ik ga niet aan hem trekken, hij is ook nog jong. En nu is hij ook in een periode dat hij eigenlijk gewoon zijn best moet gaan doen op school. Lekker sporten. School gaat voor gewoon. Ja toch, en als dat allemaal goed gaat en hij heeft zin in muziek. Niet dat ik hem nu tegenhoud of zo, maar ze wachten op hem. Hij moet gewoon zijn best gaan doen. Ja, was dat er nou erin, hè? Ja, ik moet die 17, broer. Kijk hier. Eentje van die 17 heb ik hier. Je ziet het toch? De laatste. Kijk, hij komt eraan. Hè? Als je hem nu niet die laatste doet, broer. Ja, dit is hem, toch? Oh nee, je moet er nog één. Zie je, dit is niet de laatste. Ik wil nog uren blijven, maar het tijd gaat zo snel. De snorrering van mij, ik heb ze al besteld. Oh. Maar het is me niet onopgemerkt gebleven dat jij ook van motoren houdt, motorrijden houdt. Je zit volgens mij zelfs bij een motorclub ook, of zat. Hoe is jouw liefde voor het motorrijden is ontstaan? Ik hou gewoon van motorrijden. Ja? Sinds ik klein ben hou ik van motorrijden. Zo'n guy die voor de snelheid gaat? Of? Nee, gewoon voor de... Ja, ik hou wel van snelheid, maar ik hou ook veel van veiligheid, weet je. Ja. Ik denk dat hoe... Nou, niet echt hand in hand, of wel? Hoe ouder ik nu ben geworden, hoe langzamer ik rijd, weet je. Okay. Maar het is... Ja, je moet wel plezier erin blijven hebben, weet je. Het maakt me wel jong. Wat voor motor heb je? Nu huur ik nog eventjes, man. Want ik woon op 9 hoog, toch? Dus het is... Als ik nu een motor zet, dan moet ik hem in de gaten houden vanaf mijn balkon, weet je. Nee, maar... Zodra ik een mooi plekje heb om mijn motor te zetten, dan denk ik dat ik een rustig begin met de Harley Davidson. Rustig gewoon, toch? Ja, ja. Ja? Een gewoon rustig, een sportster, weet je. Oh, ja, om even ja. te starten. Je kan me bellen, want je weet ik ben aan. Ik kan het zelfs voor je brengen als je bent op de maan. Ben in de straat, nu ze weten mijn naam. Probeer die mensen uit te leggen hoe het leven kan gaan. Wat je kan vallen of staan. Ik weet niet of je heel erg van voetbal houdt, maar je hebt in ieder geval in je clip zie je dat vaak, dat je een hele grote liefde hebt voor voetbal en voor de club Ajax uiteraard. Wat betekent Ajax voor jou? Ja, Ajax is gewoon, ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader, mijn oom, die nam me vroeger al mee naar het stadion. Dus het is er met de paplepel ingegoten. En tot de dag van vandaag. Nu gaat mijn kleinste, al mijn kids neem ik mee naar het stadion. Je hebt verschillende clubs gezien waarin bijvoorbeeld je hebt een nummer met een andere rapper, Mokrafit, op het veld. Zou je jezelf ook echt omschrijven als een hooligan of meer gewoon een supporter? Of? Ik heb wel een tijdje meegedaan als een hooligan actief geweest. En dat kan Mokrafit het ook zeker wel bevestigen voor jullie. Okay. Maar, ja, we hebben Mokrafit en ik hebben allebei ook in Duitsland vastgezeten. Mm. Ja, daarna... Dat was voor hooligan-achtige taferelen? Maar laten we het zo zeggen, als we niet onze uitstapjes op die manier deden, dan was dat misschien niet zo gebeurd. Maar alles gebeurt met een reden, snap je? En kijk, ik zeg je eerlijk, ik hou van rellen, ik hou van vechten. Als er echt wat moet gebeuren, kunnen mensen me altijd bellen, weet je. Als het gaat om vrienden die in problemen zitten. Of de fifth die me nodig heeft omdat er iets moet gebeuren, dan zijn we er sowieso altijd. Echt, ben je een kickboxer of? Nee, gewoon ook dat. Ik hou wel van trainen. Hij is mijn MMA-trainer. Hij doet zelf ook echt gevechten. Okay. Is Virgil van Dam, ga maar checken op YouTube. Maar eindstand, het levert ook helemaal geen geld op, snap je? Heb je daar vastgezeten? Ja, leuk allemaal. Maar wat ook als ik bijvoorbeeld zou rellen, een rel duurt 2 minuten, 3 minuten. Het is allemaal geweldig. Het is ook echt geweldig, dat zeg ik je eerlijk.
Weet je, maar ik heb ook kinderen, weet je. Ik kan nu niet thuis komen en ik ben gestoken dat ik niet thuis kan komen. Nee. We gingen bijvoorbeeld naar Italië met z'n allen. Vertel, ja. En de bus werd aangehouden. Al voordat maar dan gaan jullie met een hele grote bus of zo? Ja, we kwamen met twee bussen aan. En voordat we überhaupt Italië binnenkwamen, woep, alle twee de bussen aan de kant. Ja, iedereen zijn dingen verstoppen, ik ook mijn dingen verstoppen in de bus. Maar ja, dan zie je op een gegeven moment, gaan ze die bus onderzoeken en dan vinden ze een heel arsenaal aan van kleine mensen tot zwaarden en dit en dat. En dan zijn we niet eens naar de wedstrijd geweest, ik ben niet eens in Italië geweest. Mm. Ik heb een 5 jaar verbod in Italië dat ik niet naar Italië mag. Geen roadtripjes meer met je vrouw nou dus? Ja, dit is nu wel weer bijna voorbij, weet je. Dus, maar ja, dan denk je van ja, dat houdt me dan weer tegen nu om naar de volgende rel te gaan in het buitenland, snap je? Dat zeg ik wel. Maar ja, er zijn nu ook jongens die dat allemaal, mijn kleine neefje, die gaat nu wel mee. Die heeft er wel zin in. Dus dan, maar vind je dat dan leuk dat je kleine neefje doet? Of denk je van ja, het niet doen, want straks dan... Nee, niet. Hij traint ook gewoon echt, weet je. Hij is nu gestopt met blowen. Hij is gaan trainen en hij wil er ook echt serieus. Er zijn jongens die het serieus nemen. Mm-hmm. Ik nam het ook serieus. Je moet niet ongetraind of naar rellen gaan. Want je kan ook tegenover mensen staan die wel trainen. Wel trainen, ja. En dan wordt het ook zware klappen krijgen natuurlijk. Dus je moet wel voorbereid zijn in wat je doet. Ja, heftig, heftig, heftig. Maar ja, we zitten hier natuurlijk omdat je een rapper bent. Je nieuwe album komt eraan, je gaat zo meteen een stukje rappen ook voor ons. Welke track ga je zo meteen performen? Als het regent, man. Het regent vandaag. Ik zie dat het regent, dus we gaan even... Komt goed uit, hoor. Waar gaat die track over in het kort? Die track gaat gewoon erover dat ik gewoon altijd actief ben. In ook de als stad. Het regent? Zelfs als het regent. Altijd ready. Alles op zijn tijd, dus ik laat ze wachten. Ben een Asie aan het draaien, nu een hele zachte. We moeten al die money tellen, ik ben op gewichten. Dat ding is veel te zwaar voor je om te richten. Ik ken geen namen, ik ken gezichten. Zo gaat het zelfs met mijn neven en met mijn nichten. Yes, yes, Seppa, praat van de straat, para TV, nieuwe shit, ga checken. Je hebt het gezien, op zaterdag. Van de straat, maar dat is mijn plicht.